wordt nog een heel gedoe vandaag met zo'n boot. Dat schudt, dat draaft allemaal. Dan moeten we even kijken wat voor shirt of dit shirt het beste is. We willen aandacht voor het evenement Fire City Racing. En daarvoor zijn we zogenaamd bij de Grand Prix van Monaco. En dan zie je heel in de verte zie je de auto's rijden. Daar komen ze. Ja. En het volgende shot in die commercial is, dan ben je in Rotterdam bij Bavaria City Racing. En dan zie je de Formule 1-auto's echt vlak voor je langs rijden, heel dichtbij. En dat contrast, dat wordt in de commercial duidelijk. Kijk ook naar de racerij. Kijk ook naar de racerij. Hé, daar komen ze. Oh jongens, daar komen ze aan. Wacht even. Even de kiekers erbij pakken. Ja, nee, dan komen ze en dan meteen overrennen of zo'n beetje. Oké, die dingen staan hier, dan komen ze. Ik pak even een kijken. Ja. Kijk, ik speel eigenlijk de passer die tegen zijn vrienden heeft gezegd van jongens, ik huur een boot, jullie gaan mee, we gaan naar Monaco en we gaan gewoon, dan zitten we er bovenop. Dit is echt geweldig. Geweldig man, we zitten hier top. En die anderen die twijfelen een beetje, omdat je eigenlijk geen reet ziet van heel die races niet. Dat is toch te ver weg. Dus je hoort alleen maar je ziet helemaal niks ervan. Dus. Dat is Joeri, toch Kik? Nee, dat was een rode. Geweldig toch? Hoe leuk kan het zijn? Hé, hey, daar heb je Kik. Dat was best een lange pitstop. Zie jij? Hé, hey. Daar komen ze. Zo? Deze rij. Ja! En dan komen ze meteen, dan gaan we met de kijker zo. Even kijken, waar zit dat? Daar, ook daar. Ja, dus een beetje zoeken met de kijker. Het is een leuk ideetje dat je die twee krankzinnige contrasten ziet tussen die ballen hier en dan het echte leven in Rotterdam. Ja jongens, komt ie. Zonniger wordt het niet, opgelet. En video geluid. Laat lopen, 7-3. En feeling. En actie. Ja, ja. Dat is Joemi. Toch ik? Ja, dat is 100% Joemi. Hoewel? Die twijfel moet eerder komen. Dus zeg, ja, dat was 100% Joemi. Hoewel. Toch is het anders dan op tv. Nee, nog een keer. Dat, weet je wat, dat irriteert me elke keer. Jij doet dit. Dit is geweldig. Maar het moet zijn, dit is geweldig. Ja, net als de hele wereld. Hè. Heb je zelf nog wat met het evenement of is het enkel? Nee, ik ben met de Porsche hierheen gekomen, met de Porsche terug, maar ik heb niks met auto's. Heb jij als organisator nou ook invloed op hoe de commercial er precies uitziet? Nou, niet echt inhoudelijk. Dat komt van een bureau die het bedacht heeft. Maar natuurlijk het feit dat het onderstreept wordt dat er groot verschil is tussen een race en wat er in Rotterdam gebeurt, dat is natuurlijk wel voor ons heel belangrijk. Wil je laten zien dat je heel dicht bij de Formule 1 kan komen en dat is in Rotterdam. Toch zitten die hier top. Toch? Dit is Robbie weer.